In deze film leg ik uit hoe je een dubbele belichting in Snapseed maakt. En om een dubbele belichting of een dubbel exposure te maken heb je natuurlijk twee foto's nodig. En ik kwam erachter dat eigenlijk één van de twee foto's toch wel het prettigste werkt als hij een egale achtergrond heeft. En het liefst eigenlijk ook gewoon een lichte achtergrond. En die foto ga ik gewoon als eerste openen. Dus ik druk op het plusje en ik kies in dit geval deze foto uit. Nu krijg ik dus deze foto met een mooie witte achtergrond en daar kan ik iets mee. Ik ga hier een tweede foto doorheen blenden, als het ware. En dat doe ik middels een dubbele belichting, of op zijn Engels beter bekend als double exposure. Je vindt dit gereedschap als je hier op het potloodje drukt en dan kies je hieronder voor dubbele belichting. En zoals bij alles met Snapseed is ook dit. Redelijk beperkt. Je hebt drie stukjes gereedschap. Je kunt een afbeelding selecteren. Je hebt een stijl en je hebt een bepaalde transparantie. En dat zijn de enige dingen waar je uit kunt kiezen. Is dat vervelend? Ja, aan de ene kant misschien wel. Aan de andere kant, het houdt het ook gewoon eenvoudig om snel dingen te doen. Je moet het ook niet al te ingewikkeld willen maken, natuurlijk. Maar goed, ik ga een afbeelding openen via hieronder afbeelding openen. En ik kies bij mijn momenten gewoon deze bosfoto. En je ziet, hij valt er eigenlijk gewoon een soort van transparant overheen. En voor die transparantie heb ik hier ook een tool. Klik je daarop, dan kun je naar links schuiven voor je oorspronkelijke foto. En naar rechts schuiven voor je andere foto. En zet je hem in het midden, dan mix je ze natuurlijk. Laat ik hem een klein stukje naar rechts schuiven om de tweede foto... Even te laten zien. Je kunt die ook nog een klein beetje positioneren, namelijk. De foto is in een 3-2 verhouding en de onderliggende foto is eigenlijk gewoon vierkant. Dus ik zou ook nog gewoon, als ik met één vinger sleep, de foto kunnen verplaatsen. En sleep ik met twee vingers, haal ik ze uit elkaar, dan ga ik hem vergroten en knijp ik ze naar elkaar toe, dan ga ik verkleinen. En zet ik er twee vingers op en ga ik draaien met die twee vingers, dan kan ik mijn foto ook nog gewoon roteren. Maar ik laat het even bij de vrij oorspronkelijke vorm. Dus zet ik de transparantie weer even een klein stukje terug. Je kunt gokken met de transparantie doordat je zegt van hé, hey, ik zie eigenlijk gewoon niks meer in het wit, maar dat is nu eigenlijk haast onmogelijk. Wanneer je niks meer ziet in het wit, zie je eigenlijk ook niks in het model en heb je geen dubbele belichting. Om dat te verhelpen zijn er verschillende stijlen. Die vind je hier in het midden en standaard zal die op standaard staan. Maar als je gewoon gaat spelen met de andere tinten, dan zie je wat er gebeurt. Bij lichter zal mijn lichtere achtergrond eigenlijk gewoon beter te zien zijn en zal de blend, de menging eigenlijk meer in de donkere delen plaatsvinden. Bij donkerder is dat net andersom, dus je zou ook een foto met een hele donkere achtergrond kunnen gebruiken. En vergroten en verlagen doen eigenlijk nog een keer hetzelfde op een andere methode. Vergroten zal eerder de witte delen in je foto verbloemen. En verlagen zal eerder de zwarte delen verbloemen. En de overlay is daar een soort van mix tussen. En ook in dit geval kun je dan gewoon met de transparantie spelen. Kijk en je ziet dat ik nu, als ik het een beetje naar links schuif, toch nog wel gewoon ja, een heel klein beetje iets in het wit zie. Maar in model is het alweer veel beter te zien. Ik ga eens kijken welke stijl het beste past. En ik denk dat dat in dit geval vergroten is. En ik ga gewoon schuiven totdat het in het wit echt weg is. En ik denk dat dit wel redelijk is. Op zich zou ik nu op het vinkje kunnen klikken en zou ik kunnen zeggen van ja, ik ben er klaar mee. Maar dat ga ik niet doen. Want ik heb nu twee foto's door elkaar gemixt. En dat heb ik eigenlijk gedaan op uh, basis van belichting. Maar ik heb ook te maken gehad met kleur. En die kleur, daar houdt het programma eigenlijk geen rekening mee. En ik vind dat niet echt heel fraai geworden. Ik vind nog dat er te veel kleur van het model in zit. En dat het bos er eigenlijk te weinig doorheen komt. Dus ik maak dit even ongedaan door gewoon op het kruisje te klikken. En ik val weer terug naar mijn oorspronkelijke foto. Wat ik ga doen, ik wil hier eerst eigenlijk gewoon alle kleur uithalen. En ik wil eigenlijk dat de achtergrond, die wel wit lijkt, maar dat net niet is, ook even spierwit wordt. Dus ik klik bij het potlood eerst op curve. En ik ga gewoon in de curve de achtergrond wat witter maken. Door gewoon de absolute hooglichten ja, wat naar links te schuiven. En ik druk op het vinkje om deze bewerking toe te passen. En vervolgens weer op het potloodje en kies ik hiervoor zwart-wit. En ik pas mijn contrast een klein beetje aan. En de helderheid ook een heel klein beetje. En ik druk weer op OKé. OK. Nu ga ik terug, nou ja, eigenlijk niet zozeer terug. Nu ga ik opnieuw de dubbele exposure toepassen. Dus ik kies hieronder voor dubbele belichting en ik kies mijn foto. En je ziet eigenlijk al wat er gebeurt. Mijn model blijft beter zichtbaar. Het wordt niet zo'n kleurenmengeling. Ik kies weer vergroten uit en ik ga een klein beetje schuiven met de transparantie. En nu heb ik dus een dubbele belichting waarbij in mijn modelfoto geen kleur zit. En dat speelt dus ook niet mee in de dubbele belichting. Je zou eventueel ook nog de bosfoto op zwart-wit kunnen zetten. Dan heb je natuurlijk helemaal geen kleur. Of je maakt er nu uh, een zwart-wit foto van. Ik vind dit op zich wel weer fraai. Dus ik druk gewoon op het vinkje. En alles wordt toegepast. Eventueel kun je hieronder de foto exporteren. En kun je ermee doen en laten wat je wil. En zo zie je dat je ook met je mobiel of met je tablet vrij eenvoudig toch leuke dingen kunt doen in Snapseed. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!